Goedendag, je kijkt naar de weerswachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 1 uur vanmiddag zien we nog enkele wolkenvelden boven het noorden en westen van het land. In de rest van het land scheen de zon volop. Vanavond hebben we dan ook brede opklaringen en nog steeds een paar wolkenvelden, vooral boven de noordelijke helft van het land. Met 8 graden is het vanavond nog steeds zacht. In de loop van de nacht daalt het kwik wel tot in de buurt van het vriespunt en aan de grond gaat het dan licht vriezen. Blijf verder overal droog en er blijven brede opklaringen. Dat betekent dat we morgenochtend met zon beginnen, maar in de loop van de dag gaat vanuit het noordwesten de bewolking toenemen. Het wordt zo'n 10 graden op de Wadden, 15 in het zuidoosten. En aan het einde van de middag valt er wat motregen in het noordwesten. In de avonduren trekt die regen langzaam naar het zuidoosten, maar is allemaal licht. Zaterdag trekken de wolkenvelden weer naar het noorden. Vanuit het zuiden komt de zon erbij en wordt het in het zuiden 17 graden. Zondag wordt de topdag, met flink wat zon wordt het dan 15 tot plaatselijk 20 graden. Maandag gaat het kwik weer naar beneden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.